De vorige week overleden cultuurkenner James Ranelagh is gisteren gecremeerd. Zaterdagavond is er in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken een singinitie gehouden als laatste groet aan Ranelagh. De avond bestond uit verschillende culturele optredens. De groepen hebben op hun eigen manier eerbetoon gebracht aan de overleden cultuurkenner. Johan Rooser, beleidsadviseur van het directoraat cultuur, zei vanmorgen dat Ranelagh zich op onnoemelijke gebieden in heeft gezet. Maar wat voor ons van cultuur is opgevallen, is dat hoewel we van veel op de hoogte waren, zeker als het gaat om het maken van fusions, met name à la Condré drong, heeft hij, meneer Ranelagh, dus ook op veel andere gebieden zich ontzettend verdienstelijk gemaakt. We weten dus ook wat het vormingswerk betreft. En het vormingswerk heeft hij zodanig ontwikkeld dat hij op een goed moment besloot om het Nola Hatterman Instituut op te richten. En waar dus ondertussen ook heel veel mensen zijn opgeleid als beeldende kunstenaars. En daarnaast deed hij ook aan het sociaal-cultureel werk met een andere goede vriend van hem die hem is voorgegaan, meneer Wilgo Baren. En we kunnen toch wel zeggen dat met het werk wat al deze mensen, in het bijzonder meneer Ranelagh, in deze heeft verricht voor ons, kunnen we wel zeggen dat ze zeg maar het cultuurbeeld van Suriname mede helpen hebben bepalen zoals het nu uitziet. Rooser gaf verder aan dat Ranelagh met staatseer is gecremeerd. Vanaf de singinitie was het te merken dat hij bij veel mensen geliefd was, aldus Rooser. Je zou kunnen zeggen over de doden niets meer dan goed, maar de manier, het gaat ook om de manier waarop hij dat gedaan heeft, dan merk je toch wel dat hij in staat is geweest om op zijn eigen karakteristieke manier verbindingen te leggen met brede delen van de samenleving. En dat zag je dus ook terug in de mensen die afscheid van meneer Ranelagh zijn komen nemen. En dat was zeg maar het sluitstuk van een programma dat inderdaad eer deed aan wie meneer Ranelagh was, omdat de avond ervoor ook in KKF een bijzondere culturele presentatie was van een aaneenschakeling van diversiteit vanuit alle lagen en delen van de samenleving. En ook zo is dus zo eer betoond aan meneer Ranelagh. Johan Rooser, beleidsadviseur van het directoraat cultuur. Hij sprak vanmorgen over de vorige week overleden cultuurkenner James Ranelagh, die gisteren met staatseer is gecremeerd.